Hallo dames en heren en ontzettend tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe video. Mijn naam is Enzo Knol, dit is Bas. What up? En Bas is een hele goede vriend van mij uit Assen. Uit Noorden. Ja, dat moet er toch altijd bijgezegd worden, ik weet niet. Nou, maar anders gaan mensen allemaal zeggen van, waarom praat Bas zo? En wat is dat voor accent? Waar komt hij vandaan? Dus ik denk, vertel, ja. Ja, ik denk, ik zeg het meteen maar, Bas die komt uit Assen, waar ik ook vandaan kom. Zelf praat ik gewoon ABN, iedereen kan dat verstaan. Bas die heeft iets meer een accent. Dat maakt niks uit, mijn jong, dat is allemaal helemaal goed. Dat kan gebeuren, hè? Dat kan gebeuren. Helemaal niks mis mee. In ieder geval, wij gaan met z'n tweetjes Minecraft de Lucky Island spelen. Ja, misschien straks ook geleden, nog hoor. Wat andere minigames. Heb jij ooit Minecraft gespeeld? Ja, toen met jou een keer, ja. Oeh, dat is heel lang geleden. Ja. Wij gaan nu in ieder geval Lucky Island spelen. We doen solo. En dan ga ik eerst even een potje spelen en daarna Bas. We nemen de map Bridges. Geen idee wat voor map dat is. Oh, dat is deze. Oh, die is echt gevaarlijk. Wat moet je doen dan? Nou, ik zal even voor de mensen die nieuw zijn... Ik ben echt 0.0, hoor. Dit is echt... Ik ben echt noob. Je bent een noob. Gebruiken jullie hem nog? Noob? Ja, noob. Dat woord gebruiken we nog, ja, Bas. Ja. Ik zal Bas en voor de mensen die het niet weten Lucky Island even uitleggen. Je ziet al die gele blokjes met een vraagteken erop. Het is een beetje Mario-achtige stijl. En die moet je kapot maken en daar zit een item in. En dan hoop je natuurlijk op een goed zwaard of armor of andere gekke dingen die je kan gebruiken om je tegenstanders neer te slaan. Oh, zo. Het is zeg maar een soort survival idee. Ja, en dan in een minigame verwerkt. En, okay. En niet in een al te grote map, zodat je gewoon snel naar elkaar toe kan gaan. Waar zit je nu dan? Ik zit nu in totaal met 11 andere mensen. En dan is de bedoeling dat je natuurlijk als laatste overblijft en gaat winnen. Je moet je gewoon verstoppen, joh. Je moet je verstoppen? Ik zeg altijd, deze kan of ontploffen of er kan wat in zitten. En nu ontploft hij. Oké, super nice. Het begint echt al heerlijk. Ik dacht, Bas die brengt vast wel een beetje geluk in de Minecraft. Maar ja, maar dat komt als ik begin. Oh, als jij dat begint. Ik, ja. Oh, dit is wel mooi. Dit is toverstok? Dit is een toverstok. Ja. Oh nee, die is heel vervelend. Laat je toverstok weg of? Oh, nee, ik heb mijn tover... Oh, wat is dit? Oh, nice. Kijk hiermee. Let op, Speer. Hè. 1, 2. Poef. Oh, waar is Enzo gebleven? Ah! Enzo is gewoon weg. Ben gewoon weg. Maar nu ben je nog steeds onzichtbaar. Nu niet meer. Dat is maar voor heel eventjes zo. Hoe vaak kan je dit ding gebruiken dan? Oké, ik ga naar het midden. Ik hoop niet dat iemand mij... Oh, serieus? Je moet ook gewoon zo... Ja, je moet op deze manier moet je naar het midden. Hoppa. Ik zal even te kijken wat voor knopjes je allemaal indrukt, hoor. Want dat is echt, ik heb een pijl en boog, dat is echt super gunstig. Want ik weet zeker dat ik eraf donder namelijk. Geeft niet. Zoals je al zei, je bent een beetje noob. En we gaan... Een beetje maar. Een beetje. Een beetje. Nou, ik zie in de chat dat iemand zichzelf heeft opgeblazen, dus... Oh. Hier, diamonds. Het kan wel heel slecht zijn. Kan je die zijn. Diamonds niet pakken? Nee, want dan heb ik een pickaxe nodig, een goede pickaxe. En die heb ik niet, Je hebt toch diamonds nu? Ja, ik heb diamond. Ja, daar kan ik een diamond pickaxe mee maken, maar... Maar dan kan je beter een diamond zwaard maken, toch? Precies. Zie je, Bas? Zo slecht ben je helemaal niet. Snap je. Dat snap je wel. Kijk, stiekem gewoon altijd. Kijk, daar verderop rijdt iemand op met een varken. Ja, jij kijkt mijn video's, hè? Ja, tuurlijk. Ja, vind ik echt leuk, man. Ik ben echt trouwe fan. Sowieso. Kijk, dan maken we een stokje. Ja, ik doe dat allemaal heel snel. Maakt niet uit als jij dat straks wat langzamer doet. 10 minuten later, echt. En dan op deze manier, kijk, een pijlen. Ik heb altijd een beetje... Maar je kan nu al schieten, toch? Ja, ik kan nu al schieten. Dus als daar iemand op de brug staat, dan kan ik hem eraf schieten. Oh, brood maak je ervan, oké. Ja, hier zit ook eentje beneden. Wow, dat had ik helemaal niet gezien. Hoppakee. Oh, nice. Wow. Blokjes. Heb ik genoeg om mee te bouwen. Fuck. Maar nu kan je ook gewoon een beschermd toren maken, of niet? Ja, je kan een toren maken, maar dat valt wel een beetje onder campen. En daar ben ik niet zo van. Ik ben meer van gewoon als een gek naar... Valt allemaal naar beneden. Ja, er viel een paar pijlen naar beneden. Maar ik ben altijd meer van als een gek naar iemand toe gaan. Oh, maar die heeft... Heeft hij al iemand vermoord? Oh, wat? Die kerel is gewoon doodgaan door een zombie pikman, kijk. Oh, die doet ook wel veel damage trouwens hoor. 2,5 hit doet hij. Kijk. Ho! Ah, je moet wel raken. Ik miste! Pak hem. Dit meen je niet. Ik miste gewoon. Oh, hij heeft diamonds ook... worden daar ook gejat hoor. Hij heeft ook een diamond sword. Hij gaat je pakken hoor. Ja, ik ga hem eerst even wat damage doen op deze manier. Pak hem jongen. Oké, daar kom ik. Oh, ik heb 2 keer gehit. Drie keer. Oh, nice, lekker man. Hoppa, ik deed hem eerst even wat damage met mijn boog. Oh, dit is een Enderman. En een Enderman die heeft een kist in zijn handen, zoals je heel even snel zag. It's gone. En als die kist dood is. Oh, hij zei GG. Dan zeg ik ook even GG. Was goed gevecht. Oké. Okay. En als die Enderman doodgaat, dan kan hij dat kistje droppen. Kijk, daar is die. Maar die komt misschien straks weer naar me toe, dat weet ik niet.
Oh, ik heb op zich genoeg brood. Heel even kijken, wat hebben ze achtergelaten? Ik moet je schoenen aandoen. Ja, en ik heb een schild. Oh. Kijk eens even. Hoppakee, ja, ja. Dat is ook oh, daar komt weer iemand, daar komt weer iemand. Pak hem. Oh, dit is weer zo spannend. Je weet dat je deze wel moet winnen natuurlijk, hè? Ja, tuurlijk, dat snap ik. Je moet niet over hem heen schieten. Nee, nee, nee. Hij gaat voor de hek. Oh, what? Hoppakee. Wat oh. is dat? Oh, ik heb hem al. Ja hoor. Oh, 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 oh. Ja, val je zelf. Oh. Ja, je hebt dus verschillende wands. Kijk, ik kan dus mezelf onzichtbaar maken. Ja, met armor ziet het in... ziet er een beetje raar uit. Oh, slecht. Maar je hebt ook andere soorten wands, heette dat. Ja. Yeah. En die andere soorten wands, die... ja, je hebt bijvoorbeeld een Dragon Breath Wand. Dus dat is het vuur van een draak. Oh, als ik deze raak, hè. Filter. Oeh. Iets lager. Oh, je raakt wel bijna. Zo, dat scheelde niet veel. Nog genoeg pijlen dan, of niet? Nou, ik heb bijna geen pijlen meer. Dit is heel chill. Kijk eens even. Ja hoor, lekkere armor. Een helmpje op. Mooi helmpje. Hoor. Hier, betere boots. Ja, mooi helmpje, hè. Aan de voorkant heb ik helemaal geen bescherming, lijkt het wel. Maar we gaan... Oeh, we gaan even... Schild zit toch alleen maar in de weg? Oh my god. Oh my god. Ja, dit is hier allemaal een beetje... Oh, een beetje krapjes. Nee, ik weet zeker. Ik ga ernaast vallen, hoor. Nee, maar komt goed. Je hebt ook andere mappen die ietsjes minder moeilijk zijn. Nee, ik wil gewoon deze, hoor. Nee, we doen elke keer gewoon een andere. Oké. Oké, dan ga ik naar het midden. Er zijn nog 4 andere mensen over, dames en heren. En het gaat echt heel erg goed. Veel beter dan ik had verwacht, eerlijk gezegd. Want normaal gesproken heb ik natuurlijk een headset op. Dan ben ik helemaal gefocust, zit ik in de game. En nu zit gekke Bas Baas naast me. Kijk. Dit is lekker. Hoppakee, gaan we even wat lucky blokjes openmaken. Hier is nog niemand geweest, of? Nee, in het midden, daar kan... Mensen kunnen... Oh, kijk, weer zo'n regenwand. Maar je hebt te veel items. Ja, ik heb nu al heel erg veel items. Oh, er zit wel iemand in het midden. Oh, oh. Pak hem, pak hem, pak hem. Nee, ik ga weg. Maar dan? Ik ga weg. Oh, oh, hij is aan het schieten. Oh! Perenvrij. Oei, weg hier. Ah! Kalm. Ah! Helemaal in de stress. Ja, anders ik wel. Ik heb er nog handjes van. Ja? Ja, weet je wat het is? Die kerel heeft vol diamond. En dat wilde ik dus zeggen over het midden. Sommige mensen die gaan meteen naar het midden. En dat kan heel erg handig zijn als je goede items ja, daar krijgt. Zeg maar, daar boven in de boom zit ook allemaal kistjes, ja. Ja, 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 klopt. Best wel veel. Best wel goede stuff, man. Ja, dat zou kunnen. Maar het zou ook niet kunnen, weet je wel. Dat is een beetje lastig. Dus ik gooi nu in ieder geval heel veel items weg. Dat ik gewoon wat nieuwe items kan oppakken als ik weer wat vind. Dit heb ik allemaal niet meer nodig. En die onzichtbaar, die ga ik ook niet gebruiken. Wat zijn die twee dan? Wat is dat? Twee special Oh, ze zijn daar dik aan het vechten. Daar moet ik eigenlijk heen gaan. Oké, daar moet ik heen gaan. Wat zijn special arrows, zei je? Ja, je hebt twee van die... Ja, van deze. Nee, die. Oh, deze. Ja, dat zijn speciale arrows waardoor iemand slomer gaat lopen. Er zit slowness 2 op. Oh, dat is wel handig. Oh, kijk, dit is een player tracker. Met deze, als je naar die pijl kijkt, naar die rode pijl. Dus precies daar, als die rode pijl... Oh, hier komt iemand. Oh, oh. Wat heeft hij? Oh, maar dit gaat goed komen. Hij had helemaal niks. Wat? Hij had helemaal niks. Oh, maar hij had wel goede armor voor mij. Waarom deed hij dat niet aan? Misschien... Ik denk dat het net zo'n beginner was dan dat ik ben. Ja, Noob? Was die, dat een Noob? Die het nog niet snapt, ja. Oh, wow, hij heeft zoveel Dragon Breath Wand. Dit is niet normaal. Oh, hij heeft een Diamond Pickaxe. Nou, hier beneden heb je diamonds, dus dan kan je body armor maken. Oh, ja, dat is een goeie, Bas. Oh, daar is iemand. Eerst moet je die full diamond maar eens een paar... Zo, ja, deze moet ik echt even pakken. Oh, gaat hij dit doen? Hoppakee, vuur naar je bakkes. Maar dat helpt niet. Ik ga gewoon de brug in de fik zetten. Kan dat? Kan ik de brug in de fik zetten? Oh, ik schiet alles ernaast. Headshot, 1, 2. Ah! Oh, nice 1, shot. 2. Nice shot. En hij komt in. 1, hij 2. Is bang, hij doet ook een stuff. Kom maar, Tom. Robert, wat je naam ook is. Oeh. Oeh. Oh, hij gaat er vandoor, denk ik. Ja, maar hij is zo goed. Zie je dat? Hij heeft full diamond, hè? Dat ja, heb ik niet. Dat zegt niks, hè? Ik bedoel, als ik zometeen full diamond heb, dan kan ik ook slecht zijn. Oh, heb ik nogal pijlen? Ik heb geen pijlen meer. Wat doet hij nou weer dan? Gaat hij ik weet ook niet wat hij gaat doen. Ik probeer de brug in de fik te zetten, maar... Oh ja, kijk, nu. Hoppakee. It's on fire. Oh, hij wil op mij schieten. Er zit geen tijdslimiet aan. Ah, hij zit daar nog. Ik denk dat ik nu wegga. Nee, er zit geen tijdslimiet aan. Wacht even, Bas.
Stress. Oeh, ja, heel veel stress. Snel naar het midden. Hoppakee. Kijk, want misschien zijn hier nog... Kijk, hier zijn namelijk ook diamonds. Dat weet ik, omdat ik deze map eerder een keer heb gespeeld. Kijk, hier in het midden heb je diamond blocks. Maar misschien... Ah, die heeft hij allemaal al weggehaald. Ah, dat is vervelend. Maar hier zie ik wel iemand anders volgens mij. Oh ja, daar, zie je hem? Pak hem dan. Oké, nu moet ik oppassen. Er zijn nog twee tegenstanders en die zijn allebei goed qua items. Dus dit wordt echt heel erg spannend. Nou, oh, dat is een biggetje. Hop. Oh, lekker hoor. Beetje, ga je vet sloom zeker als je in het water gaat. Een beetje parkouren. Ja, in het water ga je heel sloom, ja. Ik heb echt even goede items nodig hoor, anders ga ik het niet redden. Waarom kijk je niet in het kistje? Oh, wacht even, wacht even. Oh, oh my god, heeft hij het niet door? Heeft hij het niet door? Gaat hij dat... Oh, hij heeft het wel door. Oh, nee. Faya! Faya, hoppakee. Ja. Oh, bijna. Ik heb er nog eentje. Oh, wat? Ik zit mezelf in de fik. Nee. Die kerel lach je nu ook echt wel uit. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Ja, die mag je hebben. Ik moet oppassen dat er niet iemand achter mij komt. Ja. Dat zou ik echt heel erg vervelend vinden. Auw. Oké, wat zit hierin? Oh, wow. Steek alweer in de fik. Oh my god. Even mezelf blussen. Hoe moet ik die gaan pakken? Ik moet ook oppassen op die andere gast. Waar is die eigenlijk? Oh, die is nu daar. Zie je? Oh ja. Huh? Oh, wat? Deze is er in één keer. Oké, dit... Oh, ja hoor. Later. Alsof het niks is. Hoppakee. Uh-oh. Ja, deze moet je winnen hoor. Als je deze verliest, jongen. Oh, nee. Oké, later. Oh mijn god, dit was zo dom. Yep. Oh mijn god. Oh my god. Nu, sla hem eraf. Dat probeer ik. Dat ga ik ook zeker weten. Sla hem eraf! Ik wil hem eraf slaan. Pak hem! Kom op, ga eraf. Ja, is hij eraf? Oh! Wat heeft hij gedaan? Oh! Maar nu kan je hem wel makkelijk pakken. Nee, zeker niet. Nee. Wat ga je doen? Nee, Bas. Ik ben bang. Ik moet lees erbij krijgen. Ik heb die regenwand. Zo, lees erbij. Snel. Go. Oké, ik moet wat jij zei. Dat moet ik doen. Diamonds. Ik heb beter armor nodig. Hij heeft full diamond. Ik moet ook full diamond. Dat kan niks. Ik ben helemaal aan het trillen. Zoals okay. Met die zweetokseltjes. Oeh, ja, dit is echt intens hoor. Wat met mij joh. Hij blijft me volgen, ga weg. Ik ga hem even stoppen. Ja, gewoon een keer boef uit niet. Kun je wel in de fik zetten of zo? Of gaat hij mij zien? Ja, misschien kan ik hem in de val lokken of zo. Ziet hij mij? Kan je hem niet heel snel dichtbouwen en dan vuur naar binnen gooien of zo? Ah, hij weet niet waar ik ben volgens mij. Oh, kijk. Hij weet niet waar ik ben. Kijk. Stoppetje, kiekeboe. Hallo Tim Robert. Ja, waar ben ik nou gebleven? Ik ga even lekker... Oeh. Ik ga even eten. Als je de andere kant op kijkt. Maak je dan niet geluid? Ja. Oh. Hoorde hij dat? Misschien hoorde hij het. Ik kon hem niet ervan afslaan. Ik probeerde het. Kan je geen arrows maken dan nu? Dat was moeilijk. Nee, ik kan geen arrows maken. Wat heb je dan nodig? Veer of zo? Ja hoor. Hier is die. Kom man. Oh my god. Kom op, de af. Ja! Ja! Yes! Lekker! Man. Yes! Lekker. Ik wacht nou gewoon moet ik ook, hè? Op het moment dat hij naar me toe kon stroken en me eraf kon slaan. Oké, ja, nu Bas. Kom op, jij kan de dat. De druk is nou hoog, joh. Nou, kijk eens, mij niet gaan uitlachen. Oké, ga je gang, Bas. Kom op. Ja, wat moet ik doen dan? Oh, je moet... Oh, ja, wat... Je kan met... met linker muisknop kan je gewoon slaan. Oh ja, links, ja. Ja, linker muisknop. Oh, er is helemaal niemand, ja. Nee, hier op jouw eiland niet. Dit is jouw eigen eiland. Oh, dit is jouw veilige eiland. Oh, nice. Als je hem inhoudt, dan sla je hem kapot. Dan kan ik upgraden, toch? Ja. Snap je? Heet vast wat anders, zoals dit. Hoppakee, ja, Zand. Enchant heet dat. Oké, als je hier met de ladder omhoog gaat, is daar misschien nog een lucky. Maar wat is... Want als je op de zijkant zit, dan heb je toch zo'n knopje dat je er niet uit af kan vallen. Oh ja, als je shift inhoudt... Hé, waarom sla je die dood? Nou, krijg je eten, wacht, toch? Doe die zaad... Nee. Krijg je eten, toch? Kijk, ik kon er ook op gaan rijden. Ja? Ja. Ik hoef niet op een bicht... Huh?
Wat is dit nou weer dan? Het is zo grappig om iemand zo te zien spelen. Oh, is vogelverschrikken. Ja, sla maar kapot, dan krijg je armor. Wow, nice. Hoppa. En als dikke je... Lou, hoe kan je dinges openen dan? Je E. E? E. Ja, de E van inventory. Oh, roze pens. Als je shift inhoudt... Oh, gewoon... Hoe, shift? Ja, shift, doe eens die mooie t-shirt, doe eens weer terug. En als je rechter, of shift inhoudt, doe rechter muisknop, dan heb je hem in één keer aan. Hoppa. 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 Oké. Okay, nu... En escape ga je weer weg. Moet je helemaal naar boven? Ja, jij kijkt dit tot op het toetsenbord, waar die knoppen zitten. Ik zit nooit achter de computer. Oh ja, dat is wel een goeie om te zeggen. Bas zit nooit achter de computer. Nee. Oké, okay, sla die hooibergen maar kapot. Waar moet ik heen? Ik zit vast. Nee, zit niet vast. Oh, ja. Maar sla die hooibergen eens kapot. Wat dan? Nou, daar kan je eten van maken. Kan je brood van maken. Oh, ik word gebeld. Daar kan je brood van maken. Echt? Dat is mijn moeder. Die bel ik straks wel terug. Oh, er zijn al 3 mensen doodgegaan. Dus je bent in ieder geval 90. Oh. Hey. What up? Oké, hoe maak je brood dan? Oké, doe die hooiberg in je crafting. Dus crafting. Pak je een beet. Ja. En pak je een beet. En dan hier zo, 4. En dan shift en dan weer linkermuisknop op die hooiberg. Nee, of niet op die hooiberg. Nee. Oh, waar is je nu? Oh, hier. Pak hem vast, doe hem daarin. Ja. En dan shift inhouden en daarop klikken. Juist. En dan escape. Wow. Oké, escape. Ja. En dan naar die crafting table rechts van jou. Volgens mij wordt nu echt keihard uitgelacht door iedereen. Nee, dat geeft niet. Hoe, en dan rechtermuisknop. Hoe kom je naar? Oh, snel maken. Hou hem vast. Oh, en laat hem los. En dan... ja, we moeten het ook rechtermuisknop. En dan daarnaast klikken 1 keer. En pak die 17. Nee, wat doe je? Klik daar en dan rechtermuisknop 1 keer en dan daar linkermuisknop. Ja. En nu shift inhouden en weer op die brood klikken. Ja! Hoppa! Hij heeft brood gemaakt! Hoppa! Ja, gewoon 26, ja. Ja, dit is goed. En als je dan snel wil eten... Oh, ik kan er nog eentje maken. Wat hoppa! Goed voor jou. Hey. Ja! En als je dan, als je dan snel wil eten... Ja. Dan doe maar inventory op E. Oh, je kan ook scrollen, ja, met de muis. Ja, maar het is makkelijker om E te drukken. E. Ja, E. En dan het brood op de tweede plaats te zetten. Die? Nee, op de tweede plaats. Die, ja. En wat dan... is dit dan? Nee, dat is goed zo. Laat maar. Dat doen we later wel. Oh nee, dat kunnen we eigenlijk wel doen. Ga maar naar buiten. Ik ben bang, man. Ik heb helemaal geen wapen, ja. Ik heb helemaal niks. Ik heb nog helemaal... Oh, gek. Hier, hij heeft dat... Kom mee toe. Ga achter hem kijken. Oh nee, hij komt niet naar je toe. Oh, je hebt geluk. Ik ben nu wel bang, hoor. Ik heb wel zweethandjes nu, hoor. Je moet niet de hele tijd op kijk, dit is... Ik ga daar naartoe zo, ja. Wat is het? Oh, een toverstaf! Gooi maar eens mee. Hoe dan? Rechtermuisknop. Wat? Het is een slimewand. Oh, dan kan ik iemand vanaf knallen, of niet? Ja, elke 30 seconden kan je daarmee schieten. Wat? Maar ga maar eens naar die craft, of die enchantment table die je op het begin had. Ga daar maar eens heen, naar voren, links. Ja, en dan naar rechts. Lijkt allemaal zo op elkaar. Oh, deze, ja. En dan doe dan mijn rechtermuisknop op. En dan doe je zwaar, doe je daar op links. Die is toch vet slecht? Nee, die gaan we beter maken nu. En dan die op rechts. En dan klik je op die, ja. Kijk, nu heb je sharpness 1. Wow! Oh, dikke zwaar. Wow, hij glinstert. Maar wat je het beste kan doen, is met je 1, 2 en 3 hotbar doen. Oh, ja, oké. Okay, dus als je dan moet eten, dan druk je snel op 2. Wop, en dan, precies. Moet ik wel eens kijken. Oké, en nu wil ik... Ja, dat is het wel zo. Als je op de computer zit, dan weet je al die knopjes. En dan kan je gewoon heel makkelijk switchen. Voor jou is dat gewoon... Je bent sowieso al 4e. Wat? Er zijn nog maar 4 van de 12. Ik wil wel nog iemand killen, hoor. Zal ik gewoon wachten? Nee, ik wil niet wachten. Ik zou daar naar het midden gaan. Ik ga echt niet naar hem, hoor. Kijk die man. Ja, daar moet je wel tegen vechten uiteindelijk. Ja, die hebben allemaal hele goede armen. Ik zou naar hun toe gaan. Maar ik wil eerst hem kijken. Ik wil weten wat daarin zit. Hoe doe je ook weer dat je er niet afvalt? Shift inhouden. Dan kan je er niet afvallen. Het zou echt balen zijn als je er nu van afvalt. Shift inhouden, de hele tijd inhouden. Ja, niet loslaten. Nee, loslaten. Ik zou niet... Ik sta er geen eens op, ja. Nee, niet loslaten. Niet nee, maar ik sta er geen eens op. Bouwen dan! Ja! Je bent derde! Wel om je heen kijken of niet iemand komt, maar shift inhouden. Ja, doe ik zo, ja. Yep. Oh, wat doe ik? Wat zei ik? Oh, ik hield hem in! Ja, maar iemand schoot jou er vanaf met een pijl en boog. Ik zei nog, je moet om je heen kijken. En jij zo, dat doe ik straks wel. Ik moet gewoon naar je luisteren, man. Sorry. En wil je zo'n extra lucky blokje? Ja, dat is wel leuk, hè? Ja, hoezo? Dat is wel leuk. Nee, dus... Wat wil je dan? Kies wat voor mij. Ik mag kiezen. Ja, jij mag ik kiezen. Ik wil een appel. Een appel? Nee, dan toch een pickaxe. Ja, prima. Of een pijl en boog.
Ja, wat jij wil. Ja, het is jouw spelletje. Maar waar is hij? Oh, hier. Linkermuisknop, juist. Hier. Hoppa, nog een keer pijlenboog. Oh. Iets hoger. Doe maar, hij gaat voor die hoor, let op. Je voelt je bakken. Ietsjes hoger. Nog hoger. Ja, lekker. Nog een keer. Oh! Wow! Hoe dan? Zo, wat was dat? Hoe dan? Je bent opgeblazen, gek. Hoe dan? Ja, ik heb iemand die schoot iets op jou. Misschien met een explosive bow? I'm gone. Ik ga Raid squid. Later. Ja, gaan we terug naar Assen, man. Later. Oh my god. Nou, het maakt niet uit dat het slecht echt is. Nou, dat was 10 seconden. Ja, dit is het snelste potje wat ik ooit heb gekild. Nou, aangezien we nu het snelste potje ooit hebben verloren, ga ik er nu eentje doen en ga ik proberen een potje te spelen dat ik het snelste win. Oké? Okay? Dus gewoon YOLO. Gewoon YOLO, niet nadenken. Gaan met die banaan. Gaan met die banaan. Wie heb ik aan de lijn? Hallo. Wat? Wel. Juist. Voor de rest is hij wel oké. Hey, dankjewel man. Ja, leuk wordt dit. We moeten even mensen joinen. Zijn nu 3 mensen. Go. Ik heb er zin in. Lalalala. Kijk hoeveel er onder zijn. 1, 2, 3. Je hebt energie altijd, joh. Ja, lekker man. Niet normaal. Gewoon. Ja, is goed hoor. Kijk dan, dikke adelaar. Oh. Zie je dat? Oh ja, gek. Zo. Vet, hè? Ja. Echt gaaf. Maar ik heb het cool. Ik wil zo'n rug, man. Ik vind dat echt vet. Wat wil je op rug, adelaar? Ja. Dat lijkt me niet fijn, die klauwen zo. Jawel, joh. Jawel. Ja, het valt helemaal, het is helemaal niet heel scherp hoor. Nee. Zo helemaal in je lichaam. Oeh. Nee, als tattoo. Als tattoo? Ja, of een elf zo. Tattoo boy. Ja. Ik heb ook knopouwen op mijn kont, hè, wist je dat? Ja, Bas heeft gewoon een knopout dat wij op zijn kont. Bas gaat hem laten zien. Laat zien. Oké, komt ie, ja. Oké, daar gaan we. Oh, die moet ik niet in de ogen aankijken, want dan gaat hij me aanvallen. Ik heb een zwaard, maar het is van hout. En weet je wat ik ben? Ik, dames en heren, ben de vogelman. Bam, bam. Die lijkt wel op dat Angry Birds spel. Ja, Angry Birds, ja. Ik weet het, man. Oké, kijk, hoppakee. Oh, je keek hem in de ogen aan, hoor. Nee, ik keek hem niet in de ogen aan. Ik kijk Maak naar je beneden. Nou een houten stick? Ja, kijk wat ik ga 9 doen. 9 diamonds uit één zo'n... Ja, uit één zo'n blok. Kijk, en dan ga ik hem proberen aan te vallen. En dan hopelijk dat ik niet dood ga. Oh, dit gaat de goede kant op. Dit gaat echt de goede kant He's op. Gone. Waarom, kan hij, waarom gone. Blijft hij hier niet? Zodat He's ik hem kan gone. Killen. Dat is zo vervelend. Dat is echt vervelend. Ja, dat is echt heel vervelend. Ik zie vervelend. Ook dat je er echt mee zit, ja. Ja, dat, ik moest straks helemaal in therapie ervoor. Sukkel. Oké, we gaan snel een potje beëindigen. Kom op, als die Enderman straks in één keer... Ha! Hij is in één keer dood! What? Wat heb je? Oh, lol, 3 helmen. Oh, maar ik heb al een helm, dus die hoef ik niet. Doen die we is terug. Toch veel beter? Nee joh, die... Oh, kijk, Money Rain. Kijk, nu regent het items. De hele tijd, constant. Whoa. Zie je dat? Super chill, hè? Waarom bestaat het niet in het echt, joh? Oh! Ja, waarom bestaat het niet in het echt, toverdrankje? Ja, dit zijn hele chille toverdrankjes. Jemig, hoeveel loot, joh. Ja, niet normaal, hè? Dit is echt gaaf. Ja, daar moet je heen, joh. Oké, snel. Ah! Ja, af en toe even kijken of niet iemand... Hier, dikke dames. Hoppa! Oh, dit wordt een goeie, hoor. Dit wordt een hele goeie. Daar moet je naartoe, joh. Ja, hier gaan we naar beneden. Gewoon spring. Nee, wacht even. Ik weet een hele leuke. Maar je gaat op die varkje, of niet? Tuurlijk. We gaan sowieso... We gaan in stijl. Moet je dan zadel maken, of zo? Of... Wat doe je? We gaan in stijl. Even kijken. Ik moet wel even goede bescherming hebben. Ga gewoon. Dus wat ik heel eventjes ga doen... Dus tijdrekken, man. Ja, dit duurt eigenlijk te lang, hè. Ik weet het. Oh. Told you so, bro. Loser. Nee. Ik vind het echt jammer voor je. Ja, ik zie het aan je. Je zit er echt mee, hè, dat ik heb verloren. Ik vind het echt heel jammer voor je. Ja. Hij vindt het leuk. Ja, tuurlijk, vind ik mooi. Want nu ben je niet de enige die nee. heeft verloren. Snap je. Ja, dit was echt dom voor mij. Oké, weet je, nu geen tijd te spillen. Het enige wat ik ga maken is een diamond sword. En voor de rest ga ik alleen maar blokken. Want de tegenstander die pakt wel gewoon alle spullen voor mij. Kijk, een regenwand, super chill. Regenwand? Ja, een regenwand. Dat wat we net hadden. Ja, dat heet eigenlijk een regenwand. Een regenwand van Regeneration. Ja, kan wel. Ja, kan wel. Kijk. Oh, snel. Oh, dit moet sneller. Ja, kom op. Ik klik zo vaak mis. Tempo. Alles hier is tempo. Kan niet lang met je praten. Tempo. Je wordt nu al gepakt, joh. Ja, dat is een stom ding.
Jeetje. Wow. Ga eens even weg. Kijk eens gewoon. Och, daar is onder zit ook nog allemaal. Och, diamonds. Och, ja. Och. Hoppakee. Dikke oh, allemaal loot. Tools. Oh, die kan ik daar niet mee hakken. Dikke loot. Kijk, even deze. Hoppakee. Het is een granaat. Dit is... Oh, gaat hij exploderen? Nee, hij explodeert niet. Oh yes, wat fijn. Toverdrank. Oké, hop, hop. Oké, pak hem. Oké, ik moet nu naar het kan midden. Kan je vliegen? Ik heb maar twee blokjes. Kan je nu vliegen? Even kijken. 1, 2. Hier, deze sprong ga ik nooit redden. Jawel, jongen. Nee, ik heb blokjes nodig. Ik ga die sprong nooit redden. Wie speelt dit spel nou vaker dan? Gij of ik? Oh, ik heb het gered. Oh, wat is dit? Wow! You have to go, mate. Go away. Nee! Oh, jeetje, stress in de tent. Oh nee, regenman, snel. Oh, dit is zoveel stress allemaal. Oh, ik heb een schild, yes. Het is toch niet goed voor je bloeddruk ook, joh? Nee, dit is echt niet goed voor je bloeddruk. Veel te veel stress, man. Oké, waar gaan we nu heen? Naar wie? Naar hem? Daar, links? Ik moet eerst maar een blokje pakken. Oh, hij heeft goede armor. Ja, jij ook wel. Ik ga naar hem toe, ja? Hoe dan? Ja, ik ga even blokjes hakken. Kijk, hier zo. Hop, hop, hop. Hij net sneeuw. Au, au! Hij schiet op mij. Hij doet wat. Wow! Let op, hè. Je miste. Oh, nice hit. Zag je dat? Maar nu moet je go, hoor. Nu moet je go. Nu moet je go. Pak hem! Ja, hoor! Hoppakee. En dan komt er meteen nog één, hè. Komt er meteen nog één. Ze willen hem allemaal hebben. Snap ik. Ze willen hem allemaal... Oh, wow, die blaze rod. Ah! Oh mijn god, waar zit hij? Je moet even eten, hoor. Heb je geen eten? Je hebt toch eten? Ha! Ha! Surprise! Ah! Surprise! Wow, nee! Nee, nee, regenwand, nee. Oké, Bas, ik hou van je. Love you. Oh, je bent dood. Ah! Hé, hey, maar wat... Kom maar goed, kom maar goed. Je hebt toch zo fucking mijn god soms. Ik zei het toch, je moest eten. Waarom ging je dan niet eten? Ik had toch geen eten. Je had brood gemaakt. Nee, had ik niet gemaakt. Ik had geen eten. Ik win altijd. Gewoon bijna altijd. En nu ga ik gewoon dood. Kijk, ik doe gewoon dezelfde map. Om te laten zien dat ik het wel kan, oké? Okay? Arrow. Hier gaan we voor boven? Nee, diamonds. Sowieso diamonds. Ja, sowieso ja, diamonds? Tuurlijk. Kijk, jij snapt hem. Ik doe ook altijd de diamond blok. Want dan weet je gewoon... Heb je sowieso een goed zwaardje? Dat is... Wow! Je leert het al, man. Jongen, ik ben al geen noob meer. Ik ben nu een expert. Nou, een beginner. Ja, wat was het knopje ook? Ja, die knopjes die moet je even goed onder de knie krijgen. Maar als je dat eenmaal hebt, dan... Oh ja, jouw neefje speelt ook Minecraft, toch? Mm-hmm. Hoe heet jouw neefje? Swag, toch? Ja, Swag. Swag. Zeker swagger. Nee, jouw neefje heet Sepp. Sepp, ja. Sepp, shout-out naar Sepp. Sepp, als je dit kijkt... What up? Blauw duimpje omhoog voor jou. Want jij speelt ook Minecraft. Ja, daar kwam ik achter toen we familieweekend hadden. Ja, toen kwam ik erachter dat hij de video's keek. Mm-hmm. Hey, Sepp, kijk mijn video's. Zo, daar gaan we. Ja hoor, pijlenboog, hè? Pak ze. Ja, het enige wat ik hoef te doen is twee houten blokjes te hakken. En dan, it's all Gucci. It's all Gucci. Gucci. It's all Gucci, let maar op. Kijk, nu doen we het gewoon even rustig, weet je wel. Gewoon, zie je? Dan gaat het, merk je gewoon dat het veel beter gaat. Niet te veel stress. Gewoon relax. Het gaat fout. Dat weet ik nu al. Hoezo gaat het fout? Als je fout? Zo gaat praten, dan gaat het fout. Nee, jawel. Dan gaat het juist goed. Nee, jong. Geloof mij. Ja. Wat is het hier met gouden punt? Is dat gewoon beter? Hier, kijk, daar is iemand. Schiet hem dan gewoon. Nee, want ik heb meer damage nodig. Want ik krijg hem niet dood, want hij heeft armor. Hij heeft helemaal geen armor. Maar dat snappen beginners niet. Oké. Nee, is goed, joh. Gaan we die tour? Wow! Yo! Dat was nog eens even. Dat was nog eens even een knaller, of niet? Zo. Hoppakee, Dragon Breath Wand. Hier, op wie gaan we die knallen? Op wie gaan we die knallen? Waar is... Hoppakee, daar is nog iemand, zie ik. Oh, dit is een lekker granaatje, hoor. Oh, lekker granaatje. Oké, daar gaan we. Oh, hij heeft een Diamond Sword. Pak. Oh! Doef. Boom! Hoppakee. Je kan toch wel springen, dat weet je toch wel?
Oh, oh. Raaah! Yeah. Raaah! Weet je, kijk wat voor armor die heeft. Schiet hem dan met pijl en boog. Oh ja. Hier. Wow. Hier, nou gaat die poeseboy zijn. Eat your apple. Oh, hoppakee. Mooie hit. Boe. Oh, lekker hoor. Nice. Hoppakee, gewoon een beetje slim zijn en met die boog. Beetje schiet. Ja, lekker hoor. Kijk, doen we deze. We zijn gewoon... Zwaard. We zijn gewoon die vogelmanier. Snap je. Kijk, ik heb hier gewoon eten. Voor de rest heb ik niks nodig, joh. Ik ga er gewoon meteen weer vandoor. Ik heb gaan eten. Ja, ik heb 8 appels. Oh, ja, appeltjes. Ik moet even brood maken. Weet niet hoor, maar appels kan je gewoon eten hoor, Bas. Oké, we gaan naar het midden. Oh, daar zie ik Frosty, maar daar hoeven we niet heen. Ik heb blokjes nodig om te bouwen, deze. Zand. Nee, weet je, we gaan gewoon springen. Wow! Kunnen we hier naar binnen, als ik deze kapot maak? Ja, sowieso. Ja, gaat dat lukken? Ja, tuurlijk. Oh, nog eentje? Ja, nou deze. Nog eentje verder. Nee. Hoppa! Oh. Oh, daar is iemand. Ah! Oh, wacht. Oh, kistje, ja. Chill. Oh, wortels. Ik hou van wortels. Oh, oh, dat dacht jij, hè? Ja, of niet? Oh, 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 dit, oh. Oh, oh. Wat? Wat heeft hij met je gedaan? Oh, hij gaat vandoor. Een space drankje gegeven. Hij gaat vandoor. Oh, ik heb jou gewoon. Het heeft geen nut, die Potion of Harming. Oh, dikke boog heb. Ja, hij heeft dikke loot, joh. Niet normaal. Wat hij eigenlijk had moeten doen... Gewoon wachten, schieten. Ja, dat was gewoon schieten van afstand, maar dat deed hij niet. Wat zijn al die bolletjes dan? En, die... Dat zijn allemaal granaatjes. En die Potion. Die Potion is zo sterk, mensen. Dat wordt... Oh, dat waren pijlen. Die worden zo weinig gebruikt. Dat is echt zo zonde. Eén pijl. Die moet je echt gewoon gebruiken. Wat kan je met bot dan? Dit is 6, die heb ik niet nodig. Dit heb ik ook allemaal niet nodig. Wow, hij heeft echt veel items hoor. Niet normaal. Zo, ik moet even alles op een rijtje krijgen. Want als er iemand aankomt, dan moet ik heel snel kunnen reageren. Kijk, hier poison, hier harming. Harming? Ja. Dat je jezelf beter maakt of zo? Nee, harming is zeg maar dat je een potion gooit waarbij iemand meteen schade krijgt. Oké. Okay. Dat is een Potion of Harming. Klinkt vrij logisch inderdaad. Ik ga even naar boven. Ik ga maar even naar boven, ja. Kijk, daar heb ik een beetje overzicht. Daar was iemand en waar is die andere? Heb je geen kompas nu? Nee, ik heb nu geen kompas bij me. Daar zie ik sowieso één iemand. Oh, ik dacht dat daar die andere was. Maar het is wel een hondje van iemand, dus ja, het kan... Er zijn er nog maar 3, hè? Oh, kijk, zie je? Ga schieten met je pijn op de boog dan. Hij heeft je niet door, hoor. Oh, die gaat eraan, die gaat eraan. Slim, jongen. Die gaat eraan. Hoppakee. Hop. En we gaan door naar de volgende. En dat komt allemaal door die poison, hè. Die is zo sterk. Je gooide op hem en dan verslapt hij of zo? Ja, ik gooide op hem en dan heeft hij poison. En dat is echt iets voor 20 seconden. En dan krijg je elke 2 seconden een half hartje ervan af. Oh, dat tikt wel hard aan dan. Ja, dat tikt heel erg hard aan. Oh, hier ligt gewoon een granaat. Yes. Oké, kijk, nu ga ik naar boven, zodat ik weer vanaf bovenaf die potion kan gooien. Ja, maar ja, als hij nou één keer naar jou schiet... Ja, dan val ik er vanaf, maar dan ben ik niet in één keer dood. Dat is wat leuk aan Minecraft, je kan gewoon alles bouwen en zo, hè. Hij ziet je niet, hoor. Hij heeft je niet door, hoor. Hij heeft me niet door. Dat is ook een noob. Oh, shit. Hij keek omhoog en hij kreeg hem vol in zijn gezicht. Oh, lekker, hoor. Nice. Wat de... Hij zag het leven niet meer zitten. Hey. Heb je gewonnen? Ik heb gewonnen, ik ben de eerste. Ja, de Vogelman heeft gewonnen, dames en heren. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Een keertje een video met Bas, iemand die hier naast mij zit. In plaats van dat we op Skype aan het opnemen zijn met Link, Jeremy of wat dan ook. Wat ook heel leuk is natuurlijk, maar dit is misschien even leuk voor de verandering. Ja, toch? Vonden jullie het heel erg tof? Doe dan een blauw duimpje omhoog voor Bas. Hij heeft wel zijn moeite gedaan om alsnog proberen goed te spelen. Ja, ik hoop dat jullie hebben gelachen. Hij heeft veel geleerd, dus wie weet voor een volgende keer. Ja, ik weet dat shift, dan val je die niet af. Precies. We zien jullie bij een nieuwe video. Dankjewel voor het kijken en een fijn weekend allemaal en peace!